Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 maart 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag uiteraard wel morsen bij de uitzendingen en ik ga proberen ook data en SSTV uit te zenden, maar geen garanties dat dat lukt, want ik heb alweer wat tijdgebrek. Data schakelt als het goed is vanzelf bij gebruik van FLDigi. DV Mega, het bedrijf van Guus, PE1 PLM, heeft afgelopen weekend de nieuwe BlueSpot geïntroduceerd. Het is een upgrade voor een DMR of D-Star hotspot, zodat deze via Bluetooth vanaf een Android-apparaat te besturen is. Momenteel is alleen nog de D-Star versie van de hotspot leverbaar, maar DV Mega werkt tevens aan een DMR-variant. De app werkt met de bestaande D-Star hotspot van het bedrijf. Daarvoor is wel een firmware-upgrade nodig. Voor de Bluetooth-functionaliteit is ook een apart printje nodig. In België is de 60 meter band nu ook legaal, zij het met veel minder dan wat wij in Nederland dit jaar mogen. Het bandje is 15 kHz groot met een maximaal zendvermogen van 15 watt. 60 meter is in Nederland momenteel zodanig populair dat de activiteit op een willekeurige doordeweekse middag misschien niet eens in zo'n 15 kHz segment zou passen. Behalve de nieuwe 60 meter band is in België ook de 4 meter band uitgebreid. Meer info hierover is te vinden op bijvoorbeeld de site van de UBA, uba.be, en in Nederland op hamnieuws.nl. Zoals aan de DX-melding op PI2NOS de afgelopen dag al te horen valt, is er momenteel sprake van een zonnestorm. Condities op de Korte Golf zijn daardoor momenteel waarschijnlijk minder goed. De storm vond plaats gisteravond zondag net voor 12 uur middernacht. Het Amerikaanse Weerinstituut NOAA voorspelt voor vandaag een kans van 50% op nieuwe zonnestormen. Vanmiddag rond 3 uur is in Bristol in Engeland bij goed weer, maar dat was het kennelijk, een ballon gelanceerd met een baken op 434-600. Uitgezonden wordt in Contestia 16-1000 met een RSID in Upper Sidebud. De gedachte is dat de ballon in zuidelijke richting zal gaan. En dat is inderdaad het geval, want om 6 uur vanavond, maandagavond, bevond de ballon zich ten westen van het eiland Man. Waarschijnlijk zal het daarom in Nederland niet te ontvangen zijn. Het zal waarschijnlijk om een partyballon gaan die wat langer in de lucht kan blijven. Je kunt de ballon volgen via internet op een eenvoudige URL. Dat is namelijk tracker.hubhub.org. Dus nogmaals, tracker, T-R-A-C-K-E-R, Hotel Alpha Bravo, Hotel Uniform Bravo.org. Morgen dinsdag vrij vroeg is er weer een contact met het ISS boven Europa. Het is wat zuidelijker dan waar wij zitten, dus ik weet niet zeker of het hier te volgen is. Morgenochtend dus, dinsdag, bij de ochtendherhaling van deze uitzending is het al geweest. Dinsdagochtend dus vanaf 20:09 Nederlandse tijd. 20:09 Nederlandse tijd. En bijzonder is dat het contact dit keer ook via Echolink te volgen zal zijn vanuit het ISS. Dat is op de Echolink conference server, sterretje, AMSAT, sterretje, nodenummer 10, 13, 77. Dus conference server sterretje AMSAT sterretje nodenummer 101377. Ja, tenslotte heeft de site hobbyscoop.nl nog twee artikelen die ik nog niet behandeld had. De eerste is dat PI3GOE nu ook via de bekende repeaterkaart site te beluisteren en te bekijken is. Ja, verder is er een artikel over waarom inmelden via Echolink vaak lastig is. Dat heeft te maken met een aantal technische zaken, met een aantal keuzes van de makers van Echolink en van de software daarvoor. Ik heb het idee dat het een beetje een korte uitzending is geworden, maar helaas, er was niet zo verschrikkelijk veel tijd. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.
Ken jij het internet der dingen? Ja, daar ga je mooi van zingen. Ha. Dat is dat ze alles aan elkaar koppelen. Oké. Dat je bijvoorbeeld naar de slager gaat en dat ze de koe slachten als jij de parkeerplaats oprijdt om een biefstuk te kopen. Maar hoe weten ze dat dan van die biefstuk? Nou, ze weten zoveel over je dat ze al weten dat je een biefstuk wilt voordat jij dat hebt besloten. Volgens psychologen is het feit dat je in staat bent om zelfvrije beslissingen te nemen een van de grootste misvattingen van de 21ste eeuw. Nou, voor mij is dat meer het internet that stinks.